Ja, ontspannender vooral. Ja, we zijn de hele dag buiten, in de buitenlucht. Sociaal contact met de mensen. Tegenover in de fabriek, ja, dan ga ik gaan binnen. Of als morgen buiten en dan heb ik van de nacht niks gezien eigenlijk. Tuurlijk, iedereen moet dat voor zijn eigen uitmaken, hè, maar allee, ik zal niet meer willen wisselen. Ik heb via de gemeente mijn rijbewijs zijn mogen halen, omdat ik ze heel dankbaar voor ben. Ik heb de opleiding gekregen van de Vijgwagen. En die opleidingen heb ik allemaal wel gekregen. Dat vind ik toch wel goed meegenomen en wel interessant eigenlijk. Elk jaar hebben we een Tanksday. En dan kunnen wij kiezen uit verschillende evenementen. En dat gaat nu door in september. Dan kunnen wij kiezen ofwel gaan we met de fiets rijden, ofwel gaan we, zoals ik, de brouwerij de Duvel bezoeken. Of een museum bezoeken, of een wandeling in het bos. En in de namiddag is dat dan aansluitend met een barbecue. Met al de collega's van de gemeente. En dan zitten we ook allemaal bij elkaar, omdat dat heel tof is dat je de mensen allemaal leert kennen eigenlijk. Dat vind ik heel tof eigenlijk ook. En dat zoeken ze nu normaal elk jaar terug te doen. Ik wou eigenlijk gewoon naar school gaan. En ik dacht, ik ging in voltijd zitten. En ze hadden gezegd dat ik in één keer in deeltijd zat. En had mijn vader gezegd van ja, we kunnen je zorgen bij gemeente Willebroek. En we hebben gebeld en zo, informatie gekregen. Aan school gegeven en zo ben ik eigenlijk bij gemeente gekomen. Ik ben hier eigenlijk echt goed ontvangen geweest. Ik heb goede collega's, goed team dus. Nou, die zorgt wel altijd dat je goed ziet. Als je iets ziet, dan mag je altijd zeggen. Die leert je wel van alles bij. Als je iets niet snapt, mag je het gewoon vragen. Als je je brood niet goed voelt of zo, mag je gewoon eens met me gaan praten en dan blijft het tussen jullie twee. Wat ik niet verwachtte was van, je komt hier eigenlijk toe, je krijgt echt van alles. Je wordt goed behandeld door de collega's, door andere groepen. Je hebt ook altijd gesprekken met iedereen, dus dat is wel goed. Ik werk al van 82 aan de gemeente. Ik ben zelf van Willebroek, dus ik ben hier gekomen. Dus en wat valt mij een aantal goed, dus waarom zou ik ergens anders gaan? 10 minuten van huis, met de fiets. Het kunt niet beter zijn. Hè? Ik heb goede collega's, goede ploegbazen. Een goede sfeer is er in Antwerpen geweest, dus ik sta niet in file of het een of het ander. Ja, het zit hier goed.